Goedemorgen allemaal. Daar zijn we weer, gezellig live hier in de Noor en Zo groep. Met het Choco Loco festijn. Even jullie reacties er al bij gezocht. Ik moet even mijn lampje proberen nog een beetje. Dat gaat denk ik niet meer. Even kijken naar mijn beeld hoor. Zo. Anders hebben jullie precies zo'n lampje dit erboven aan je beeld. Ik probeer zo goed mogelijk beeld voor jullie te krijgen. Dus ik heb daar altijd een lampje aan staan. En ik probeer precies van mijn glazen mat af te krijgen. Maar ik heb al mijn spulletjes klaar liggen. Jee, en jullie hebben net al de eerste workshop gezien. Nou, er zijn er echt verschillende te zien tot vanavond, zag ik. Dus gewoon een lekker gevulde dag met allemaal leuke inspiratie met dit Choco Loco festijn. Nou, ik vind hem weer helemaal leuk en ik heb hier ook alvast wat spulletjes klaar liggen. En we gaan het vandaag even anders doen, want ik heb eigenlijk een heel makkelijk kaartje voor jullie klaar liggen. Ik ben namelijk altijd zo dat ik op het laatste moment altijd nog heel veel kerstkaartjes moet maken. En toen dacht ik, als ik nou eens gewoon een makkelijk kaartje ga uitwerken, dan kun je die gewoon lekker veel gaan maken nog op het laatst. Dus als je nou op het laatst nog heel veel rits kaartjes moet maken, kun je dus dit modelletje gewoon lekker gebruiken. En heb je zo lekker wat kaartjes klaar. Dus dat was eigenlijk mijn doel van vandaag. Ik heb hiervoor deze materialen gebruikt, hier klaar liggen. Plus nog een heel klein beetje extra. Dus eigenlijk valt het wel mee. Dus eigenlijk met je goodie bag kun je gewoon wel dit kaartje maken. Leuk toch? We gaan gewoon lekker van start. En dan laat ik één voor één nog lekker alles even een keertje zien. Nou, super gezellig weer. Hè? Ik sluit gisteravond de dag af met een live. En ja, Jolanda was nou wel stiekem voor me eigenlijk. Hè? Maar dan zijn we dan gewoon vanmorgen weer. Hoe leuk is dat, toch? We schakelen van de Halloween van gisteravond lekker over naar een kerstkaartje. Wat ik heb gedaan. Jullie hebben het misschien ook al gezien in het boodschappenlijstje. Wat ik geschreven had. En ik heb deze Xmas Mal van de Joubadoo gebruikt. Nou, die vind ik echt super tof. Het is ook een hele leuke kaart voor kastkaartjes. En dat is best wel aan mij besteed, zoals jullie weten. Dus ik heb gewoon die Xmas heb ik gewoon uit wit papier getekend. De buitenlijn, dus helemaal buitenom. En dit gat hier in het midden. En die heb ik dus uitgeknipt en hier ook in het midden uitgesneden. Leuk toch? Nou, ik begin precies kriebels in mijn keel te krijgen. Dus ik hoop dat het zo overgaat. Ik zie iemand geen beeld heeft. Dan kan je hem even opnieuw opstarten. Want volgens mij ziet de rest mij wel allemaal. Dus. Dan komt het denk ik goed. Wat ik daarna heb gedaan. Ik heb het mooie designpapier erbij gepakt. Van Choco Loco. En daar heb ik leuke patroontjes uitgekozen. Nou, ik vond deze echt heel tof. Die groene met die sneeuwvlokjes. Daar heb ik de X uitgetekend. Dus die heb ik hier gewoon. En dan heb ik tegen de buitenkant aangetekend. Dat vind ik altijd het mooiste, want dan heb je hier niet zo'n hele brede rand. Dus ik teken dus tegen de buitenrand aan. Heb ik dus al die letters op designpapier getekend. De X heb ik lekker een ander kleurtje gedaan. Vond ik wel grappig. Dus die heb ik groen gedaan. Met het sneeuwvlokje. En deze vond ik ook zo tof. Met dat typewriter script, zeg maar. Daar heb ik de andere drie letters in gedaan. En nu zeggen jullie vast, je bent iets vergeten. Want de A, daar moet een stukje uit. Maar daar heb ik even bewust erin gelaten. Dus dat was mijn doel. Die gaan we lekker hierop plakken. Nou, superleuk Roelie. Daar kan je ook lekker meedoen als je het leuk vindt. Oh, die live moeten jullie zeker even terugkijken. En dat kan op het YouTube kanaal van Noor en Zo. Of je kunt hem op mijn eigen YouTube kanaal kijken. Deze CreaPlace, daar staat hij allebei op. Dus kun je gewoon lekker de live weer terugkijken. Dat is wel heel leuk, toch? Ik ga eventjes die X-mas ga ik vastzetten met een 1 mm tapeje, die letters. Nou, Jolanda zag ik dat ze net ook nog even die glow-in-the-dark producten had laten zien die ik gisteren had gebruikt. Echt te gek. Maar die kun je dus ook heel leuk gebruiken op je kerstkaartjes. Nou, ik ga het nu niet doen.
Zo in het licht kan ik dat toffe effect ook helemaal niet zo laten zien als dat ik dat gisteren kon natuurlijk. Maar in de loop van de tijd zal ik daar ook echt nog meer kaartjes mee posten. Ook in andere thema's dan Halloween. Dus vooral ook lekker de groepen in de gaten houden. En dan ga je die tegenkomen. Dus er gaat echt nog meer inspiratie met Glow in the Dark komen. Beloofd. Zo Petra, je bent al lekker goed bezig. De kilometers al in de beentjes zitten. Dan heb je de koffie ook verdiend, hè? Oh ja, dat is wel een goede, Roelie. Als jullie willen, mag je de live ook eventjes delen. Ja, wij gaan natuurlijk in verschillende groepen live. En soms is het voor mensen wat moeilijk terug te vinden. Dus als je wil, mag je hem nog even delen. Dan kan iedereen het ook makkelijk vinden. Maar jullie zijn wel al met heel veel, zag ik. Superleuk. Gezellig. Nou, en hier schijnt het zonnetje alweer lekker. Heerlijk. Hebben jullie nog leuke plannen vandaag? Lekker van het zonnetje genieten. Of lekker buiten in de tuin met de lives aan. Lekker meeknutselen. Ik ben benieuwd wie dat nu ook aan het doen is eigenlijk. En je ziet hè, dat ik die 1 mm tape, die plak ik dus op verschillende stukjes op mijn letter. Zodat die een klein beetje diepte gaat krijgen. Als je het mooi vindt, kan je hier ook langs die letters met allemaal inktjes en zo gaan. Dat deed ik eerder ook altijd. Maar ik moet zeggen, ik ben daar een beetje van afgestapt. Want ik vind het gewoon leuk als het gewoon een lekker leuke kasuitstraling krijgt. Maar dat is natuurlijk lekker wat je zelf wil. Dus je kan daar ook nog met een leuk kleurtje inkt of zo langs de letters heen gaan. Oh, ik zie daar Antoinette gaat proberen te suppen. Wat cool. Dat lijkt me zo moeilijk. Een vriendin van mij had dat laatst ook gedaan. Hij zat keiveel spierpijn daarna. Nou, ik denk dat ik meteen om zou vallen, want mijn balans is best wel een dingetje. Lijkt me heel moeilijk, maar leuk. Lekker weer voor ook. Ah, leuk, en dan gaan er lekker veel meeknutselen, zie ik. En lives kijken. Dat vinden wij natuurlijk helemaal superleuk, want er komt echt nog heel veel moois aan. Dat is altijd zo leuk van zo'n dag, hè. Er komen altijd zoveel toffe ideeën voorbij. Daar is natuurlijk die ook voor deze dag. Ja, dat is goed, Antoinette. Ik ben heel benieuwd. Nou, mijn laatste lettertje. Nou, voordeel, hè. Als ik een makkelijker kaartje doe, dan kan ik het wel allemaal even lezen en met jullie meekletsen. Zo. Oh, ook lekker Margreet. Nu nog lekker hobby en dan nog lekker vakantie. Heerlijk. Geniet ervan. Lekker. Oh ja, Monica, die pasta mallen. Daar had ik ook iets van gelezen. Maar ik hoorde dat het niet zo heel veel was. Ik ben heel benieuwd. Zo, ik heb mijn X-mas erop zitten. Dus we gaan lekker door. Dus dit is met die toffe Dutch Doe Bedoel Mal. Er staat ook allemaal de producten staan weer in het lijstje. En de link staat boven deze video. Even kijken, dan ga ik naar mijn volgende dingetje. Want ik vind het natuurlijk wel leuk als hier iets achter komt. Achter die X-mas. Dus wat ik had gedaan, is ik heb de buitenrand van deze toffe Shaker Square gebruikt. Nou zag ik dat Jolanda net ook had gebruikt. Echt heel leuk. Volgens mij is het ook echt een favoriete mal van zowel Jolanda als van mij. En het leuke van deze mal is dat je gewoon zoveel kanten mee op kan. Ik ga nu echt ervoor kiezen om alleen de buitenrand te gebruiken. Dus niet die streepjes die Jolanda net dus wel had. Wat je ook heel leuk kunt gebruiken, maar echt alleen de buitenrand. Daar komt dit op. En die heb ik uit de wit gestanst. Nou, is het natuurlijk niet zo mooi als ik dit zo op elkaar plak. Oh, Stephanie, ik wist dat iemand het ging zeggen. En ik zei net nog, nee, ik vergeet dat niet, dat stukje van de A. Want dat moet zo, want er komt dadelijk nog iets overheen. Dus dat mag gewoon laten zitten, hoef ik niet zoveel moeite te doen.
Want er komt toch nog iets overheen. Opletten, hè? Nee, grapje hoor. Kijk, ik heb hier dit superleuke. Ik hou er dus echt van. Dit is mijn favoriet. De schuine streepjes. En die hebben zo'n leuke traditionele kerstkleurtjes. Dus nou, ik ga voor een traditioneel kaartje. Dat doe ik niet altijd, maar vandaag lekker wel. En dan ga ik even die hoekjes, die ga ik afronden. En ik gebruik daarvoor de pons van We Are Memory Keepers. Die heeft 3 verschillende hoekjes, zeg maar. Eentje van 4, eentje van 7 en eentje van 10 mm. En ik gebruik de 7 mm. Die vind ik echt heel mooi aansluiten. Op, dit, op de buitenrand van mijn kaartje, zeg maar. Want die is ook afgerond. En die kun je gewoon je papiertje zo instoppen. En dan kun je je hoekjes dus afronden. Nou, eigenlijk gebruik ik dit ponsje. Die heb ik voortaan standaard bij deze mal gezet. Die gebruik ik zoveel dat het voortaan een super combi is van mij. Zo. En deze ga ik dan hier opplakken. En ik denk dat ik die gewoon even platter opplak. Even kijken hoor. Zo. Dus dit designpapiertje plak ik plat op mijn basis. En dan ga ik die X-mas dadelijk lekker even met een 2 mm foamtape erop plakken. En dan heb je dus gewoon echt een keileuke kaart al, toch? Heel eenvoudig. Lekker snel. Als je dan een paar kaartjes moet maken, dan ben je zo een keertje klaar. Toch? Gerry, ik denk dat je het beste eventjes onder die live van Yolanda kan reageren voor de tikkie mandjes. Als ik me verspreek, Yolanda of Joyce, en jullie kijken mee, dan zeg het gerust hoor. Maar volgens mij is het makkelijkst als je onder de live van Yolanda het bestelt. Als je via de tikkie wilt bestellen, denk ik. Anders moeten ze alle video's helemaal na gaan zoeken. Tenminste, denk ik, hè. Zo, dan ga ik hier onder die X-mas ga ik dus die 2 mm tape doen. Ja, dat is wel handig, hè, dat carpoolen, als dat lukt, inderdaad. Kijk, ik vind het wel leuk, namelijk als die X-mas, zeg maar, lekker omhoog komt op mijn kaartje. En dan doe ik dus weer gewoon op willekeurige stukjes, ga ik dus wat foamtape erop plakken. Nou, foamtape en ik, dat zijn beste vriendjes, dat weten jullie wel, hè. Zo. Hey, en wie heeft er al meerdere kerstkaartjes klaar? Vorige keer vroeg ik het en toen was er iemand die alles al klaar had. Nou, ik ben altijd zo langzaam. Ik ben nu wel begonnen dan, maar het zijn ook nog lekker voorbeeldjes voor in de winkel natuurlijk. Maar oh, ik ben altijd op het laatste moment nog aan de kerstknutsel. Ik denk dat er genoeg foamtape op zit. Dus ik ga hem even die beschermlaagjes eraf halen. En dan kan die erop. Oh wauw, Samantha, goed bezig hoor. 30 al klaar. Wauw, Anouk. Jij bent ook goed bezig. 50 al klaar. Hoe doen jullie dit? Ik heb echt alleen degene klaar die ik... al geshowt heb. Nou, dat is niet zoveel, hè. Maar hey, ik ga wel natuurlijk lekker met Craftlab allemaal heel veel kaartjes maken nog. Hoop ik. Nou, ik vind het wel knap, hoor. Ik zie al 12 en 15. Wow, jullie zijn goed. Maar ik ben gelukkig niet alleen die er nog geen gemaakt heeft. Ik zie Judith ook al. We moeten een inhaalsprongetje maken, joh. Eigenlijk moeten we een keer zo'n marathon houden. Eigenlijk 24 uur live. En dan alleen maar kerstkaartjes maken. Dat is ook wel gaaf, hè?
Zal het zijn. Ik weet niet of ik dan mijn ogen nog open kan houden. Wauw, ik vind het zo knap van jullie. Jullie zijn goed. Ik ga dit dus erop plakken. Hopsa. Dus jullie zien het, hè. Er zit lekker veel ruimte tussen. Dus het is lekker 3D wat erop zit. Daarom wilde ik de letters ook nog uit laten springen. En ja, dat stukje in de A zit er nog op. Dat ga ik jullie nu laten zien. Want er zat namelijk in jullie goodie bag een hele leuke stempel- en stamset van Marianne Design. Dat is echt tof. Er zitten dus twee verschillende banners in en allemaal leuke tekstjes die je bij je kerstkaarten kunt gebruiken. En toen dacht ik, zou ik dit bannertje, deze leukert, lekker hier over de A heen plakken. En doe ik daar een leuk tekstje in. Dan ziet het toch gezellig uit, zo. En dan maakt het niet uit, hoef ik dat binnenstukje van die A er niet uit te halen, want dit valt er toch lekker overheen. En toen dacht ik, want we zijn namelijk hier aan de rechterkant zie je allemaal tekstjes die op die enkele kunnen. Nou, je kunt er ook twee bijvoorbeeld op een dubbele doen. Hè? Maar aan de linkerkant zie je ook nog allemaal tekstjes die dus op die dubbele banner kunnen. En dan vond ik deze zo leuk, let it snow, want in ons designpapier setje, maar ook in ons knipvel zitten allemaal sneeuwpopjes. Dus ik dacht, die is wel heel tof om te gebruiken. Ik heb hem nog niet gebruikt, dus hij zit nog even goed vast aan mijn verpakking. Trek dat er niet als een wilde af, hè? Dan trek je je stempel kapot. Dus doe dat met een beetje beleid. Zo. Oh, ik wilde de stempelhulp hiervoor gebruiken, want ik was heel bang dat het fout zou gaan. Even kijken hoor, pak mijn stempelhulpje er even bij. Ik heb die van Studio Lights. En volgens mij zijn die stempeltjes ook nog los te kopen hoor. Dus als je mis hebt gegrepen, dan kun je die ook nog los bestellen. Oh, eventjes zo. Dan moet ik deze even vast gaan zetten. Ik moet daar toch eens iets aan gaan doen. Maar ik moet heel eerlijk, echt heel eerlijk zeggen. Dat eigenlijk ik helemaal niet van de kerstkaartjes ben. Ik vind het veel leuker om lekker verjaardagskaartjes te maken. Maar nu moet ik ook daarbij bekennen. Ik vind de nieuwe producten van Craftlab wel helemaal te gek. Dus ik denk dat ik jullie ga verbazen en gewoon voor lekker veel kerstkaartjes ga dit jaar. Nou, ik druk de stempel hier even aan, hè. En dan ga ik met... Ik weet even niet waar mijn VersaFine is, dus ik gebruik Memento inkt nu. Kan ook gewoon, dat geeft ook een mooie zwarte afdruk. Zo, en die ga ik eventjes mijn stempel beinkten. Nou, ik heb hem gelukkig op mijn stempelhulp, hè. Dus als ik nou niet in één keer goed stempel, want het is een nieuwe stempel. Dus dat kan wel eens dat het niet meteen helemaal mooi wordt. Kan ik hem gewoon nog een keer op dezelfde plek stempelen. Zo. Hier heb ik dus een sneeuwvlokje die nog niet helemaal goed is. Dat ga ik nog een keertje doen. Zo. Hopskee. Hopskee, daar komt ie. Oh, hij zit hier niet, de hele tijd wil hij niet. Ik denk dat ik hier... Ja, daar komt hij. Kijk nou hoe tof dit is. Ik vind dit zo'n leuke stempel en sunset ook. Kijk eens. Let it snow, let it snow. Nou, dat past toch geweldig hierop. Kijk, dan heb je dat stukje uit die aarde helemaal niet nodig. Grappig, hè? Zo kun je daar dus heel erg mee spelen. En kijk wat een leuke speelse toevoeging dat is aan mijn kaartje. Tof, toch? Hey, hebben jullie allemaal al die knipvellen allemaal netjes uitgeknipt?
Want ik ben natuurlijk wel heel benieuwd. Omdat die plaatjes gewoon lekker op deze kaartje komen. Nou, ik denk echt als je met een kaartje mee wilde doen vandaag, dat dit wel echt de ideale kaart is. Want dan krijg je hem ook nog lekker klaar. Hoe tof is dat? Deze gaat hier even terug op mijn stempelsetje. Zo. Hopskee. En deze gaan we weer lekker met een tapeje erop plakken. En ik denk dat ik daar even een 1 mm tapeje voor ga gebruiken. Dat is ook wel tof, hè? Komt hij weer net iets verhoogd. Kijk. Hopskee. Nou, ik zie hier een hele discussie opkomen over veel knutseltijd en geen werk. Nou, inderdaad, een berichtje kan soms lekker anders gelezen worden. Dus laten we gewoon lekker bij het knutselen blijven. En ik denk dat iedereen zelf lekker bepaalt hoe hij zijn tijd indeelt en wel en niet kan delen. En dat zal voor iedereen persoonlijk anders zijn. Dus we gaan gewoon lekker door met ons mooie kaartje. Want dat is tenslotte waarvoor ik hier lekker live ben. En wat ik super leuk vind om met jullie te delen. Kijk, ik heb namelijk uit dat stoffe knipvel wat erbij zit, heb ik de Vintage Snowman knipvel, is dat. Oh, en kijk nou, er zitten allemaal van die leuke sneeuwpopjes in. Nou, dat past toch precies. Oh, mijn Facebook die wilde niet meer. Dus ik moest eventjes zo door. Kijk. Ik heb van die leuke sneeuwpopjes dus hier uitgeknipt. En die past dus precies bij Xmas. En dan let it snow. Dat vond ik nou helemaal tof bij deze poppetjes passen. Nou moet ik zeggen dat ik deze teksten die hierin zitten dus ook echt heel tof vind. Dus ik ga kijken of het me lukt om hier nog lekker meer kaartjes mee te maken. Dus kijk, die sneeuwpopjes wil ik hier dus lekker achter gaan verwerken. Dus ik dacht, kijk, hier zitten leuke boompjes bij. Nou moet dit boompje aan deze kant. Kijk, als ik hem dan erachter stop. Want als ik deze hier stop, dan valt die hele boom weg. Dat vind ik natuurlijk minder leuk. Dus kijk, die komt hier zo erbij. Bij mijn letter. En zodat je het woord nog wel kan lezen, maar zodat we lekker wel wat leuke opvulling nog gaan krijgen. Ik ga hier even stiekem iets weghalen. Jullie weten dat wel, hè? Ik ga dan altijd, als ik aan het plakken ben, dan zit precies die foam tape verkeerd. En zo, hoppatee. Die zet ik even goed, zodat ik er nog lekker zo'n sneeuwpopje onder kan verwerken. Kijk, die komen dan lekker zo achter die letters uitpiepen. Ik word hier zo vrolijk van. En jullie? Het is toch gewoon schattig? Ik vind het helemaal leuk. Ik word er blij van. Joehoe, de zon schijnt gewoon en ik ben met sneeuwpopjes bezig. Hoe leuk is dat? Kijk, nou doe ik onder die kopjes, ga ik ook nog een foamtapeje doen. Ik denk dat ik daar trouwens een eentje voor gebruik. Oh, ik zit altijd zo lekker te puzzelen, hè? Ja, het is heel anders dan gisteren, mijn kaartje, hè? Maar dat is ook leuk, toch? Om wat verschil te zien. Of... De ene vindt dit leuker, de andere vindt dat leuker. Dus ik doe gewoon lekker van alles wat. En dan komt er eigenlijk gewoon altijd wel goed. Dan hebben we voor iedereen wat wils. Denk ik dan. Ja, die plaatjes zijn echt te leuk, hè? En het past altijd zo mooi bij elkaar. Dat vind ik zo tof hoe je dan dat altijd voor elkaar krijgt. Kijk, deze gaat hier zo lekker achter die... een beetje zo piepen. En dat mag ook best wel uit het randje van je kaartje komen, hè? Vind ik tenminste. Misschien vinden jullie dat helemaal niet, maar ik wel. Hopskee. Ja, deze sneeuwpopjes die smelten gelukkig niet, nee. Want anders dan had ik even in de vriezer moeten gaan zitten toen ik het kaartje maakte. En geloof me, ik hou niet zo van kou. Geef mij maar liever het zonnetje.
En die hebben we gelukkig heel veel gehad. Ik heb hier nog een sneeuwpop. Maar ik vond hem eigenlijk, vond ik hem niet zo leuk. Want dan heb je zo 3 op een rij. Dit kan wel, maar dan valt mijn banner een beetje weg. Misschien kan ik hem hier zo ergens zo uit laten piepen. Beetje zo op de kop. Oh jee, we hebben weer een dilemma. Deze weet weer nieuw hoe ik het moet plakken. Oh, ik denk dat ik hier een stuk van afknip. Doe ik gewoon, hè. En dan ga ik hem hier zo. Dacht ik. Zo, lekker even prutsen. Waar had ik hem nou bedacht net? Ik dacht, oh, als ik hem dan zo erin doe, dan kun je nog wel die letter zo een beetje zien. En dan lijkt het net of die lekker met zijn vriendjes zo zijn. Nou, nou weet ik het niet meer, hè. Pruts en klungel, boven de M. Oh, ik zie jullie van alles vertellen alweer, hè. Ja, jullie missen de blooper dadelijk, hoor. Als je niet oplet. Oh, dit is ook leuk. Zo'n beetje zo die sneeuwpop zo boven de andere poppetje. Boven de M kan ook nog. Zei net ook iemand, hè. Ik heb hem alweer afgeknipt. Was heel snel. Ja, dit vind ik ook wel leuk, hè. Boven die M. Ja, goeie. Die doen we. Goed idee. Ja, ik had hem net ook in het midden, Jolanda. Maar ik vond dat het dan een beetje 3 op een rij was. Dus dat vond ik niet zo leuk eigenlijk. Dus ik ga hem lekker hierbovenop plakken. En wat ik altijd zo leuk vind. Jullie kunnen hem natuurlijk ook zelf maken. En dan kun je hem plakken waar je het leuk vindt. Dus ik roep altijd maar wat. Van hebben jullie een idee? Nou, dat is ook een beetje om jullie uit te dagen. Dus dat je lekker zelf gaat bedenken. Waar dat die leuk kan. Als je je eigen kaartje gaat maken. Tof, hè? Maar zo is die wel echt super leuk. Ik zou ook nog zelfs zo dit. Lijkt het net of er nog een sneeuwpop zo in is gevallen in die S. Nee, dat gaan we niet doen, hoor. Ik vind hem gewoon zo helemaal leuk. En ik ga niet eens met zwart spetteren. Ik ga hem gewoon lekker zo houden. Zo is die toch hartstikke leuk. Super gezellig kaartje. Alles komt wel een beetje weer bij elkaar. Hier die leuke letter Snow erover. Met die banner en die stempel van Marianne Design. Deze leukert. Tof, hè? Kijk, en dan kun je dus ook je andere tekstje voor gebruiken. Of een smalle ballon eroverheen. Maar dat ziet er gewoon hartstikke leuk uit. Dan kun je daar net nog een beetje toevoeging geven aan het woordje Xmas. Dus ja, eigenlijk was hij dit al. Dat was eigenlijk een hele korte voor mijn doen, hè. Ik ben hem al veel langer live. Maar ja, dit is hem gewoon. Ik ga gewoon lekker hem afsluiten. En ik wens jullie gewoon super veel plezier met deze dag nog. Dit online festijn van Chocoloco. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal gaan maken na het zien van alle live workshops. En dan kijken wij er natuurlijk ook naar uit om jullie kaartjes ook hier te mogen zien. Dus ik zeg een hele fijne dag vandaag en tot de volgende video weer. Doei allemaal!